Hallo, ik ben Christel. Welkom op mijn vrouwelijke tweelingziering. Ik heb net de mannelijke gedaan. Ja, ik moet wel af en toe wel hoesten. Dat is wel heel erg vervelend. Maar ook met astma moet je 's morgens heel vaak hoesten. Heel veel slijm. Dus ik hoop dat het een beetje lukt. Want ik wil het een beetje vroeg doen. Misschien dat we nog weggaan. Dus anders komt er helemaal geen reading. Dus ja, bij de mannelijke tweeling zijn het einde met mijn strotten steeds meer dichtgeknepen. Dus nou ja, ik heb even een beetje uitgehoest. Dus ik hoop dat het een beetje soepel verloopt. Het is heel lastig als je te rieden bent en je hebt het zo benauwd. En zit zoveel slijm in je keel en je moet zo hoesten. Ook vanwege mijn kwalen van mijn schildklier. Dus nou, ik hoop dat deze goed gaat. Zo ver mogelijk. In ieder geval, de vrouwelijke tweede ziel. Je wordt getest. Je toewijding aan het universum. Hoe wij misschien aan je mannelijke tweelingziel wordt getest. Misschien krijg je allerlei testen. Dat er misschien je in verleiding komt met iets anders. Wat eigenlijk niet je pad is. Dus je wordt getest op een of andere manier. Bij iedereen is dat verschillend natuurlijk wat het kan zijn. Dus misschien word je getest om niet contact zelf op te nemen met de mannelijke tweelingziel. Dat kan ook. In ieder geval, je wordt getest. En wat de test is, daar kom je vanzelf achter, denk ik. Maar je bent heel dicht om je doel te bereiken, vrouwelijke tweelingziel. You are very close to achieving your goal. Dus je gaat je doel bereiken. Je gaat in je kracht komen. Je staat echt vol in het licht, vrouwelijke tweelingziel. Ja, je krijgt meer zelfvertrouwen. Je gaat je dromen manifesteren. En je dromen komen uit. Maar je moet misschien nog wel even getest worden. Dus je dromen gaan uitkomen. Hier staat ook de maan. De maan, hier staat vertrouw op je intuïtie. Ja, daar liggen meestal al je antwoorden. Ook al ben je, voel je misschien niet zeker wat er gaat gebeuren. Maar alles wordt, komt in het licht. Alles wordt je geopenbaard. Dus om angstig te zijn is. En te twijfelen, dat is onnodig. Kijk, je hebt ook hier de vlinder, de blauwe vlinder. Je dromen gaan uitkomen, hè? Transformatie. Luister vooral naar je intuïtie. Wat voelt jij? Wat voel je eigenlijk diep van binnen? Wat gaat gebeuren? Alles komt aan het licht. Het kan zijn dat je een boodschap krijgt van iemand. Dus je mannelijke tweelingziel. Of je mannelijke energie. Misschien wil hij zich verbinden met jou. Loyaal zijn aan je. Misschien heeft hij de sleutel gevonden van je hart. Die sleutel hangt daar. Is zijn hart open? Wil hij nu wel loyaal zijn tegenover je? Misschien was hij dat eerst niet. Laten we even kijken naar andere kaarten. Ja, er is een moeder, een liefde staat hier. Dat kan een moeder in de hemel zijn die je graag vast wil houden. Ze weet dat je haar mist. En ze herinnert jou eraan dat die band niet verbroken kan worden. Ook al zijn jullie fysiek niet bij elkaar, de band met je moeder kan niet verbroken worden. In de hemel kijk ze toe. Misschien een boodschap voor bepaalde vrouwelijke tweelingzielen die hun moeder erg missen. Ze is nog steeds bij je, ze kijkt toe. Ze weet hoe je haar mist. En weet dat die speciale band tussen jullie niet verbroken kan worden. En ze stuurt je die witte roos. Ja, luister staat hier. Ja, misschien ben je heel vaak aan het praten, maar luister je niet echt naar mensen om je heen. In ieder geval, wees dan stil en luister ook wat die mensen allemaal te zeggen hebben. Dus niet alleen zelf praten, maar ook zelf goed luisteren naar andere mensen. Die hebben misschien ook boodschappen voor je.
ziet misschien veel synchroniteiten. Welke synchroniteiten en welke wonderen stuurt het universum je nu? Mensen en situaties komen niet toevallig in je leven. Maar het wordt gestuurd, hè? Je wordt begeleid. En de spirituele wereld doet dat met een speciale reason, staat hier. Dus op een speciale bedoeling om jou die synchroniteiten te sturen. Misschien voor je, om jullie samen te brengen met een mannelijke tweelingziel. Ja, caregiver. In ieder geval, je bent een liefdevol iemand die graag geeft. En je kan straks met je nieuwe leven starten. Maar je moet ook liefde geven aan jezelf. Dat moet je niet vergeten. Misschien geef je heel veel liefde aan anderen, maar je moet jezelf ook heel veel liefde geven. Het ook waard vinden om jezelf ook die liefde te geven. Ja, doe het liefde aan je uiten, hè? Uit je liefde, demonstrate love. Vind uit wat belangrijk is voor jou en handel ernaar. Ja, express your love door gifts. Ja, geef iemand een cadeautje. En misschien hier is een man. Misschien krijg je een cadeautje van je mannelijke tweelingziel. Misschien krijg je uiteindelijk terug wat jij altijd zelf gegeven hebt. Hier staat ook, wees je ware zelf. En ook hoe jij gevoelt, hè. Die vrouw heeft een zwaan op haar hoofd. Wees je ware zelf. En vertel ook straks aan je mannelijke tweelingziel, als hij komt, hoe je eigen voelt. Want hier ligt toch wel een spirituele connectie. En dat is een connectie die al vele levens hebt gespeeld. Dus jullie kennen elkaar uit vorige levens. Je ziet ook handen vasthouden, als je goed kijkt. Hier zo. Ja, jullie mogen elkaars hand straks vasthouden. Want hier komt de romance en dansen met elkaar. De romance en staat bij. Ja, dat is elkaar. Dus die attention gaan geven en die affection. Dus de liefde en attentie gaan geven aan elkaar. Koester degene waarvan je houdt. Met persoonlijke belangstelling ook voor elkaar. Hè? En die tederheid. Ja, je zit misschien nou nog even in een moeilijke situatie. Je voelt je misschien onder druk. Je zit en bent misschien warrig. Er gebeuren heel veel dingen om je heen. En daardoor heb je misschien verdriet, slapeloze nachten, maar hier kan je uitkomen. Want je bent heel dichtbij om je doel te bereiken. Maar je wordt alleen getest, hè? Hoe ben je toegewijd ben je aan deze relatie? Je bent er veel meer bewust van dingen. Je bewustwording groeit. Ik zal even kijken wat hierbij staat. Ja, je sluier valt af eigenlijk van de illusie. Die beginnen weg te branden. Het vuur is niet het verhitte vuur van de hartstocht, maar de koele vlam van bewustzijn. Naarmate deze sluier verder wegbrandt, wordt het gezicht van de hele
kinderlijke Boeddha zichtbaar. Ja, je bewustzijn die groeit ook, hè? En dat gaat eigenlijk vanzelf door de dingen wat het universum je geeft. Die wonderen, die tekens, zou je meer bewust zijn van alles. Er komt een nieuw bewustzijn en zal de sluier voor je ogen oplichten. Je gaat alles veel duidelijker zien. Dus uit die onderdrukking, belangrijk dat je uit die onderdrukking komt. Uit die dingen die je niet meer dienen. Dit ga je ook veel beter zien. En dan zal je ook uit dat verdriet komen. Hè? Uit dat verdriet, want dit past niet meer bij je. Je moet je eigenlijk niet laten onderdrukken door mensen om je heen, dingen om je heen. Ja, je wordt je steeds meer bewuster van dingen. Er is niks sexier dan mijn authentic truth. Er is niks sexier dan mijn ware, ja, mijn eigen waarheid, hè? Hoe je echt bent. Ja, en ja, wees ook vreugdevol, hè? Is de ultimatieve, ultimate creator. Dus vreugde is de, eigenlijk de beste manier om dingen te creëren. Dus ook leuke dingen doen, genieten van het leven, hè? Ja, hier staat: vraag God alles wat negatief is van je weg te nemen, ook datgene dat misschien nog uit een vorig leven komt en nog doorwerkt in dit leven. Ja, als je bijvoorbeeld niet weet wat allemaal er dwars zit, dan kan je bijvoorbeeld hypnotherapie doen, dus onder hypnose gaan. Het heeft mij erg geholpen met dingen op te lossen. Dat heb ik zelf toen betaald, het is niet van het ziekenfonds of zo, maar ik wou het zelf. Dus dan zie je wel bepaalde patronen die je in dit leven dus herhaalt. En dat kan dus doorwerken in dit leven. Wees niet bang om stelling te nemen tegen onrechtvaardigheid, zelfgenoegzaamheid en ontkracht. Ja, kom voor jezelf op, hè, tegen onrechtvaardigheid, hè, onderdrukking van mensen om je heen die jou niet dienen. Laat je gevoelens niet gekwetst worden door iemand die niet in de positie is om een oordeel over jou te hebben. Nee. Je ziet ook deze persoon zit gebonden aan een situatie. Ja, laat die onderdrukking verlossen van die onderdrukking. Ook al doet het verdriet, maar je zou er echt enorm van opstijgen, enorm van groeien. Het vuur in je aanwakkeren. Want je geeft misschien heel veel, maar vergeet jezelf eigenlijk, hè? Het universum geeft allerlei tekens. Luister ook naar andere mensen. Je moeder in, en als je even een moeder overleden is, dan help je vanuit de hemel. Ja, zorg voor je. De tempel, die ga ik even lezen. Je ziet ook twee mensen hier staan. Hier en daar. Midden van het kaartje. De twee geliefden ontmoeten elkaar op een heilige plek. Ze gunnen zich een moment van rust, weg van de beslommeringen van de wereld en betreden een toevluchtsoord waar alleen zij bestaan. Je hebt behoefte hieraan. Meditatie en liefde bedrijven. Verbinden en dans. Intimiteit en overgave in het moment. Je lichaam en ziel moeten de tempel betreden en deelnemen aan een heilige ceremonie. Schenk dit aan jezelf. Schenk geen aandacht aan de tijd. Zet de computer en mobiele telefoon uit. Zet de muziek aan en kies de juiste belichting. Wees in de huidige moment. Herinner je lichaam nog? Aha, hier is het. Je kunt je met aanwezigheid en vreugde in je tempel zijn. Deze kaart geeft raad om even pauze te nemen, om de bloemen te ruiken, de geneugde van het leven te proeven.
en de verbintenis met je innerlijke geliefde te hernieuwen. Je sensualiteit wil naar buiten komen en spelen. Je wordt aangespoord om geur, tast, smaak en gevoel te herkennen of te verkennen. Je wordt aangespoord met kleur te spelen. Wat je beweegt, brengt je weer in contact met jezelf op dit moment. Het is de volkomenheid van de goddelijke zelfconnectie in de heilige ruimte die jou nu het best zou voeden. Dan even liefdeskaartjes van je geliefde. Love cards. Ja, die zegt ik wil weer kunnen lachen. Je mannelijke tweelingziel. Je mannelijke, ja, waar je interesse in hebt. Hè? Soulmate. Ik heb zo spijt van mijn acties, zegt hij. We zijn samen twee zwaantjes voor het leven. Ja, ik zag hier dus al een zwaan op het hoofd, hè. Jij bent er één, maar hij is er ook één. En zwanen zijn altijd trouw aan elkaar, hè. Vormen voor het leven. Een stelletje. Love you kaarten. Er is maar één geluk in het leven. Beminnen en bemind worden. Dat wil je een mannelijke tweelingziel zeggen. Twijfel of de sterren vuur zijn. Twijfel dat de zon beweegt. Twijfel of de waarheid ligt. Maar niets dat ik u bemin. Ik ben blij dat ik ben die ik ben. En dat jij bent die jij bent. Met het fijnste is dat wij. Maar het fijnste is dat wij zijn. Jullie zijn samen. Ja, jullie horen samen te zijn een wij. Blijf in mijn armen liggen tot de dag aanbreekt. En blijf daarna nog wat langer, zegt de mannelijke tweelingziel. Goed, ik hoop dat je het een leuke reading vond. En in ieder geval tot de volgende keer. Wanneer het is, weet ik niet. In ieder geval een fijne dag. En ja, word lid, hè. Doei.